Gegroet, welkom bij Antwerpen at Work. Want eerst trekken we naar Berchem, naar AG Insurance. En zij weten echt wel hun werknemers in de watten te leggen. De best verkopende item is eigenlijk de fruitmand en de groentemand. Daar gaan er tientallen van per dag over de toon. Dat is fruit en groente die worden gekocht bij leveranciers in de buurt. En de prijzen zijn eigenlijk dezelfde als die bij leveranciers. Sinds begin mei hebben de werknemers van verzekeringsbedrijf AG Insurance in Berchem een winkel op de werkvloer voor hun dagelijkse aankopen. De story en de flair, het pakketje in drie. Hè? Ja, ik heb er hier nog twee aanwezig. Dus. De schoenmaker, de droogkuis, de apotheek. Dus u kunt ook uw bestelling hier geven 's ochtends. En dan aan het einde van de dag kunt u uw bestelling komen ophalen. Dan bespaart u een reis naar de binnenstad. Alsjeblieft. En ook een fitnesscentrum opende zijn deuren binnen het bedrijf. Zo kunnen werknemers even stoom afblazen tijdens hun middagpauze. We zijn nu 3 weken bezig en ik probeer toch een tweetal keer per week te gaan sporten. Samen met een aantal collega's volgen wij dus de groepslessen. Dat is heel leuk om te doen. Zo leer je ook elkaar weer wat beter kennen. En wij proberen echt mensen daartoe aan te zetten om meer te sporten. En met een fitnessruimte is de drempel om aan sport te doen ook een stuk lager. De verzekeraar probeert het zijn personeel dus zo makkelijk mogelijk te maken. Want minder zorgen in het privéleven is meer energie op het werk. Ervaring met andere vestigingen waar het bedrijf al langer investeert in sport en een boodschappendienst leert dat het absenteeïsme daalt en dat het personeelsverloop vermindert. En dat allemaal doen we dat om voor de bestaande werknemers natuurlijk tevreden te houden, dat ze met zin naar het werk komen en voor zo lang mogelijk. En daarnaast ook proberen we ons hiermee te positioneren als een aantrekkelijke werkgever. Want wij werven toch zo'n 300 mensen per jaar aan, waarvan de 250 mensen eigenlijk het bedrijf verlaten. Dus netto groei van 50 mensen. En dat betekent dat je een attractieve werkgever moet zijn, want het blijft toch nog lastig om goede mensen aan te trekken. AG Insurance heeft 3,7 miljoen klanten en 4.500 werknemers in België. Het hoofdkantoor voor Vlaanderen ligt hier in Berchem. We kiezen voor het regionale en vanuit Antwerpen bedienen we of werken we samen met een 1500-tal onafhankelijke zelfstandige verzekeringsmakelaars. En hier in Antwerpen beheren we voor hen 1,2 miljoen polissen. En hebben we al meer dan 100.000 schadedossiers ieder jaar te verwerken en op te lossen. In Antwerpen zijn we met een kleine 600, 575 om concreet te zijn. En dat is sinds 2 jaar gevoelig gestegen met een 30-tal%. Vroeger zaten we op 450. Maar door een aantal activiteiten vanuit Brussel te verplaatsen naar Antwerpen dus, hebben we het aantal verhoogd. En dat was ook een bewuste keuze omdat we echt dichtbij de klant willen opereren. En de werknemers kunnen niet enkel hun boodschappen doen op het werk of sporten. Sinds kort krijgt wie het nodig heeft ook psychologische begeleiding of juridische bijstand. Want veel werknemers kampen met stress en vaak niet alleen op het werk. Een deel van die stress heeft soms ook te maken met de persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld als de kinderen op school gepest worden. En dan hebben we als werkgever daarvoor gekozen om daar die dienst inderdaad aan te bieden. Dat is een assistentie. Dus ook psychologisch, ook in dat geval. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met het feit dat je kinderen gepest worden? Want dat is toch een probleem wat je dan mee naar kantoor neemt. Dus als we daarin kunnen helpen door, en dat is overigens natuurlijk een derde partij die die dienst aanbiedt, om daar mensen mee te helpen, denken wij dat we dat moeten doen.